Hartelijk welkom bij het eindexamen HAVO 2023 Eerste Tijdvak. In deze videoreeks ga ik elke tekst uit het HAVO 2023 Eerste Tijdvak Engels-examen bespreken en ga ik kijken welke aanpak we kunnen nemen bij het beantwoorden van de vragen. Vergeet niet om even in de beschrijving te kijken, want in de beschrijving vind je de glossary, namelijk de woordenlijst die ik heb gemaakt bij dit examen. En je vindt daar ook de data van mijn eindexamentrainingen, zodat je weet wanneer die zijn. Laten we snel aan de slag met Engels HAVO 2023, eerste tijdvak. Nou, dit is het examen. En wat zien we? We zien dat we uh, 42 vragen hebben. Uh, daarvoor kun je 47 punten. Het examen was op 16 mei. Nou, zoals altijd van half 2 tot 4. We gaan even snel kijken hoeveel teksten we hebben. We hebben in dit geval 11 teksten, dus dat valt nog wel mee, niet zo heel lang. Um, en dan hebben we. Ook nog wat instructies. Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands. Dat is wel een hele belangrijke. Behalve als het anders is aangegeven, als je in het Engels antwoord levert tot punten op. Dus niet in het Engels antwoorden als daar niet om wordt gevraagd. Een belangrijke tip moet je ook echt niet doen. Nou kunnen we gelijk naar de eerste tekst. En bij de eerste tekst hebben we een mooi plaatje en een titel. En wat we eigenlijk altijd doen is even onze voorkennis activeren. En dat doen we door te kijken naar de titel, de plaatjes. En we vragen ons af wat we al weten over het onderwerp. Nou, we hebben hier Gunna en Wanna. En dit gaat over de rapper Gunna. Nou, ik ken hem niet. Ik, ik luister dat niet. Dus ik heb geen idee waar het over gaat. Misschien jij wel. En in dat geval laat vooral even een comment achter wie het is. Um, maar goed, we hebben het hier dus over uh, Gunna. En hij gaat iets doen. Dat zien we aan het woord Wanna. Uh, hij wil iets doen, wil iets gaan doen of zo. Als ik snel even scan, zie ik ook dat zijn nieuwe album heet Wanna. Dus het gaat waarschijnlijk over zijn nieuwe album. Het komt uit de New Yorker in 2020. Um, en we hebben een vraag. En die vraag is: geef voor elke uitspraak aan of Julissa Lopez dit zegt over het album Wanna van de rapper Gunna. Gaan we eerst lezen de tekst en gaan we dan kijken naar de opties. Zoals altijd vergeet niet in de beschrijving te kijken naar de moeilijke woorden. Gunner by Ulyssa Lopez. Hip hop. The Atlanta rapper Gunner recently evoked his zodiac sign, he's a Gemini, to explain why he titled his new album Wanna. The name, he says, refers to an alter ego which inspired spontaneity in his music. Though he sometimes speeds up his flow over skittering beats in his songs such as Skybox, most of the project stays tethered to the rapper's signature languid delivery. Inspired by his mentor Young Thug, who appears twice on the record, what doesn't come through is a new dimension of the artist. If anything, Gunna leans deeper into the subdued flexes and layback verses for which he is already known. Fans never meet the impulsive second he's promised, though that likely won't matter to those looking for an extension of his woozy catalog. Okay, the New Yorker, 2020. Gaan we naar de vraag? Geef voor elke uitspraak aan of Julissa Lopez dit zegt over het album Wanna van de rapper Gunna. Noteer wel of niet achter elk nummer op het antwoordblad. Nou, dan gaan we ze even lezen en kijken wat de beste optie is. We gaan met potlood natuurlijk al een beetje wegstrepen, uh, al neerzetten wat we denken wel of niet, en daarna gaan we hem even goed beantwoorden. 1. Er zitten in de songteksten verwijzingen naar zijn tweelingbroer. Nou, er wordt niks gezegd over een broer of een tweelingsbroer of wat dan ook. Dus die kunnen we wegschalen en dat is niets. De nummers klinken meestal net zo relaxed als op zijn andere albums. Dat staat er wel en dat staat uh, letterlijk als we even naar de tekst kijken um, hier. Gunnar leans deeper into the subdued and laid back um, verses, so subdued flexes and back, laid back verses. Dus dat is dat bij twee. Dus die zeggen we is wel. Dan, er heeft tenminste één gastmuzikant op meegespeeld. Ook dat wordt er genoemd. Dat staat hier. Inspired by his mentor, young thug, who appears twice on the record. Dus die staat er twee keer op. En dan, oh, daar moeten we ook, ook wel voor opschrijven. Daar moeten we natuurlijk ook wel voor opschrijven. Het nummer bevat meer geïmproviseerd materiaal dan eerdere albums. Nou, dat niet, want er wordt niks gezegd over dat hij um, geïmproviseerd materiaal gebruikt in deze, op zijn nieuwe album. Er wordt vooral gezegd dat het heel veel van hetzelfde is en niet iets totaal nieuws. Dus het antwoord bij uh, 4 is ook niet. Je krijgt hier twee punten voor. Heb je één van deze fout, krijg je één punt. Heb je meer dan twee fout, krijg je geen punten. Dus het juiste antwoord bij vraag 1 is niet wel wel niet. En daarmee kunnen we door naar vraag nummer 2. Vond je deze video handig, vergeet dan niet even om te liken. Wil je weten wanneer de andere video's uitkomen, vergeet je dan niet te abonneren. Kijk ook in de beschrijving naar de data van mijn examentrainingen hier op YouTube, zodat je weet wanneer die zijn en dat je je kunt aansluiten. En wil je nog verder oefenen, kijk dan even op examenbundel.nl